er staan aanbevelingen in. We hebben er gisteravond over gesproken. Wij als college kunnen ons daar goed in vinden. Dus, vond u het een goed rapport? Inhoudelijk? Daar had ik nog wel wat vraagtekens bij. Nogmaals, die aanbevelingen, dat was allemaal prima. Alleen hoe dat proces gelopen is en de zaken die daar als feitelijkheden worden gepresenteerd. Ja, daar heb ik op een aantal fronten had ik wel opmerkingen. Ja. Bijvoorbeeld? Heel veel feitelijkheden die daarin staan, die zijn anders. Ik ben dicht bij dat proces ben ik betrokken geweest. Dus ik weet ongeveer hoe dat de afgelopen jaren gelopen is. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn voorganger, Remco Pols. Die heeft natuurlijk ook zijn dingen daar gedaan. Die is ook verder niet gehoord. Wat daar gebeurd is dat er een bureau was ingehuurd. Door de commissie. Ja, en daar is geloof ik oneenigheid ontstaan. Vervolgens hebben ze gebroken met dat bureau. En toen is dat rapport weer op een andere manier heeft dat weer vorm gekregen. Dat is allemaal aan hun. Wij zijn college van BMW. Wij moeten besturen. We kijken naar de aanbevelingen. We kijken naar onze gemeenteraad. Ja, het is, dus dat is echt het probleem van de commissie. Ja, als ik dan zeg dat u vindt dat het rapport broddelwerk is, dan zegt u natuurlijk van nee, zo erg is het niet. Nee, zo erg is het niet. Alleen wat ik jammer vind, is dat als het gaat om die feitelijkheden, want het is natuurlijk een heel belangrijk project geweest voor Amstelveen. We zijn er al 10 jaar mee bezig en de aankomende 10 jaar ook. Ik heb gisteren ook gezegd, bijvoorbeeld het Amstelveens Nieuwsblad, Amstelveen Blog. Ja, daar staan de feitelijkheden zeg maar beter op internet dan hier. Maar goed, dus dat is misschien kan dat nog een keer overgedaan worden, want dat verdient Amstelveen ook wel. Het is een lastig dossier. Waar we het nooit goed kunnen doen, hè, maar waar we als politiek toch wel moeten beslissen in het belang voor heel Amstelveen en voor de toekomst. En dat verdient dan ook, denk ik, nog een betere beschrijving dan wat er nu ligt. Ja. Kijk, waar het ook over gaat, ik heb het gisteravond ook gezegd, je kunt natuurlijk, met de kennis van nu, weet je het altijd beter. Dus dat is altijd heel makkelijk. Maar het gaat er ook over, soms vind je als politiek dat je een bepaalde kant op moet. En dat kost geld. En dat is ook weer een keuze. Ik bedoel, dat wij gebroken hebben en gezegd, we breken dat contract open. En dat heeft de kans erin dat we die tunnel niet meer krijgen. Dat hebben we gedaan. Dat kun je goed vinden of kun je slecht vinden. Maar wij als politiek worden ervoor betaald, met alle adviezen die er liggen, om dan een keer te zeggen, we gaan linksom of we gaan rechtsom. En dan kun je zeggen van, nou, dat had je niet moeten doen of dat had je wel moeten doen. Maar daar worden we voor betaald als politiek. Het is altijd hoofdpijn of buikpijn, maar je moet wel een beslissing nemen.